de naam zegt het al, Center of Hope. En Father Duret als persoon die vol energie daar is. Tijdens de rondleiding laat Father Duret ook de hal zien, waar aan de ene kant er strak pleisterwerk tegen de muur zit en alles weer is opgeknapt. Maar tegelijkertijd laat hij ook zien waar er nog kogelgaten zitten en wat nog niet is opgeknapt. En het valt me op dat Father Duret iedereen bij naam lijkt te kennen. Dus ik vraag hem waarom dat zo is. En hij antwoordt dat zoals Jezus als een herder al zijn schapen bij naam kent, wil hij ook alle kinderen die onder hem zijn bij naam kennen. En wat mij raakt is dat, dat de kinderen daar gewoon naar school kunnen. Dat ze lessen kunnen volgen. Ondanks alle verschrikkingen die er daar zijn geweest, is dat hele Center of Hope weer opgebouwd.